One, two, three, eruit. En dat is helemaal goed, want ik zit hier te studeren, dus dan heb ik altijd zicht op mijn 3 cactusjes. Dus, dat was toch een goed dat ik ze heb meegebracht. Ready om naar de pijlenhaven te gaan. Derde keer okay. Goede keer, dat ze zijn. Echt lachen. Dus ik was op de Baila-avond en naar het einde deden ze zo een Kahoot. En dus je moest je aanmelden en als je er dan bij zat, want er konden maar 50 mensen winnen of zoiets, kon je aan de vragen deelnemen en je kon prijzen winnen. Zoals een reis naar Caceres, denk ik. In het weekend dat nu gaat komen en een reis naar Valencia. Dus ik was zo, oh my god, ja, ik ga meedoen. En er waren dus andere mensen van een andere tafel die super geëngageerd waren. Die waren zo van, oh, zit je binnengeraakt? Dus ik zo, ja, ja, ik zit erin. Oh, kom, kom, we gaan u helpen. Oké, ja. Dat waren allemaal vragen in het Spaans, dus de helft verstond ik niet. De andere helft had ik nog nooit van gehoord. Maar die gasten die me waren aan het helpen, die waren echt super competitief. Die waren echt zo, ja, ja. En opeens, ik zie zo dat we zijn aan het stijgen en stijgen in het klassement. En ik was zo van, maar... It's for you, hè? If you want to. Because ik was like van... Ik moet niet op reis. Je hebt hier alle juiste antwoorden te geven. Dus als je wilt, je mocht gaan. En die was zo... No, no, no. It's you. It's you. Ik zo... Oké, nice. Nice, nice. En dan is dus de laatste vraag. We stonden op de zo één of tweede plaats. En opeens is zo... Bam, Lore. Je wint. Dus dan moest ik zo daarvoor gaan. En mocht ik kiezen. Dus ik heb voor Valencia gekozen om daar naartoe te gaan. Dat is nog binnen een paar weken. En dus ik mag gewoon gratis daar naartoe. Dus dat is super cool. Het was een geslaagde avond. En ook veel nieuwe mensen leren kennen. Dus toppie! Die grote club hier in Salamanca, die heet Camelot. En we gaan eerst ietsje gaan drinken bij Leonie. En nog wat andere mensen komen. De Hollandse vrienden komen, haar Franse vrienden komen. Dus het gaat een mix zijn van alles en nog wat. En daarna gaan we dus uitgaan naar die club. Wordt leuk, hopelijk. Hey guys, mijlpaal van de dag. Ik heb... de wasmachine aangekregen. Woehoe. Dus ik moet nog een uurtje wachten. En dan ga ik de droogmachine, de droogkast proberen. Maar dus, dit is de eerste keer in mijn leven dat ik zelf mijn was doe. Dus dikke duim voor mezelf. Ja.
eet chocolade. De helft heeft op de broek. Allee, voilà. Ja. Yeah. Voilà. Voilà. Oh, dat lekker. Oh, nee, lekker. En nu hebben we gewoon chocomel. Voilà, we zijn hier. Joehoe.